mooiste WK aller tijden? Ja, zeker. Dat wordt zeker de mooiste. Ja, is dit een sheik? Ja, ik ben vanuit de FIFA gevraagd om hier een beetje een sfeerimpressie te maken. Is het echt een sheik? En u ziet er prachtig uit. Ja, u spreekt geen Nederlands. Oh. Bent u hier met uw man? Ja, absoluut. Geeft u toestemming dat ik een paar vragen stel? Ja, tuurlijk. Wordt het WK in Qatar het allermooiste WK aller tijden? Absoluut. Sorry, zou jij iets meer naar achter kunnen staan? Wordt het mooiste WK aller tijden? Jazeker. Ja, ja. Zou er een ander land beter zijn om het WK te organiseren dan Qatar? Ik heb geen flauw idee. Ik denk het niet, hè? Nee, ik denk dat Qatar wel een heel goed land is dat het georganiseerd wordt. Hoe gaat Nederland het doen? Tweede worden. Tweede? En waarom niet? En waarom niet? Ja. Dank je. Hoe prachtig is het? WK, Qatar, dat is als Yin en Yang, dat is als Nick en Simon. Nee, hey, dat is inderdaad Nick en Simon. Heel mooi. Ja, dat klopt. Heel mooi. We love Qatar. Ja, we love Qatar. Yes, yes. Ja. Heb je beelden al gezien van die stadions? Prachtig ziet dat eruit. Prachtige stadions. Fantastisch uit, hè? Ja, gezien. Ja. State of the art, ja. Het kan niet mooi zijn als het gebouwd is door mensen die niet normaal betaald worden, normaal behandeld worden. Dus, ja. En dan lees je allemaal verhalen van er zijn 6000 mensen omgekomen of wat dan ook. Maar ja, er zijn ook nog 100.000 mensen blijven leven, hè? Oh ja, dus het gaat niet om die 6000 mensen die gestorven zijn. Kijk, wij weten niet wat daar gebeurd is. Nee, nou, ik weet het wel hoor. Ik weet het al, er is niks gebeurd. Er is niks gebeurd, vertel ik u. Nou, oké, als er niks gebeurd is, fantastisch. Ja. Fantastisch. Gelukkig toch? Ja. Inderdaad. Nee, maar als er wel wat gebeurd is, wij weten het niet. Wij weten het niet. Wij zien alleen maar de mooie dingen. Nou. En wat is er belangrijker? De mooie dingen of al die vervelende dingen? Nee, de mooie dingen natuurlijk. Precies. U bent niet van al dat gedoe en die kritische dingen, toch? Nee. Precies. Nee. Dat hoeft ook niet, toch? Want het wordt het mooiste WK aller tijden. Aller tijden. Even voor ons shot. Jullie staan leuk samen, maar jullie zijn niet homo, toch? Hij wel, ik nog niet. Nee. Oké, dan spreek ik even u. Ja. Homoseksualiteit is prima, als er maar niet met mensen van hetzelfde geslacht, wat dan ook. Ja. Dus de hele, als op een gegeven moment niemand lastig valt, is goed. En dan is er ook een hoop kritiek, heb ik dan wel gehoord, met dingen en zo. En, klopt, heb ik ook gehoord. Ik zeg dat WK in Brazilië, hè? Als je het in Qatar of Brazilië doet, maakt het eigenlijk niks uit. Ja, maar je hoort ook allemaal verhalen over vrouwenrechten en zo, dat die er niet zijn. Maar mannen hebben wel heel veel rechten in Qatar. Dus. Oh ja, fantastisch. Ja. Nou, laten we daar nog wel genieten. Hè? Ja. Laten we kijken. Vanzelfsprekend, het is voetbal. Dus. U zegt WK Qatar, fantastisch. Dat zeg ik ook. WK, fantastisch. We love Qatar. 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 Ja. Hè? En nu zeker met z'n allen gaan abonneren. Hè? Op zo'n kanaaltje van de publieke omtroep. Vet hypocriet.